Nou, ik wil demonstreren. Jazeker. Stel voor, hè, ik heb 3 maatregelen. En ik wil er 1 maatregel doorvoeren. Dan ga ik van tevoren nog niet zeggen welke maatregel ik er doorheen wil hebben. Maar dit staat voor 1G, 2G, 3G. En ik wil 1 van die dingen er doorheen hebben. Nou zijn het nu 2 balletjes. Nou gaat het iets anders nu. Hè, omdat het nu fysiek is met 2 ballen. En normaal gaat het met taal. Want je doet normaal gesproken 1 maatregel die je door wil voeren. En dan kun je bijvoorbeeld 2 maatregelen tegenover zetten. Die zo buitenproportioneel zijn waar mensen wel op gaan reageren. Ja. Dat je dan dus kunt zeggen, vaccinatieverplichting. En dan gaan zo mensen op los op dat ding. Dan doen we die niet. Hè. Dan hou je die 1 over. Dus stel je voor, ik heb hierachter heb ik een voorspelling opgeschreven. Welke, want dat is van de maatregelen die ik door wil voeren. Dan vraag ik aan jou, wijs eens 2 balletjes aan. Deze 2, oké. Ja? Oké, hou die eens in je hand. Dan geef je 1 van die ballen aan mij. Die groene. Oké, dan doen we die weg. De groene. Heb ik jou beïnvloed? Heb je zelf keuzes gemaakt? Nou ja, je hebt me beïnvloed doordat je die 1 van die rode vaccinatieplicht noemde. En dan dacht, nou, die moet ik niet hebben. Oké. Misschien had ik dat er dan niet bij moeten zeggen. Want kijk, hier aan de achterkant staat groen op. Dan zou je denken, ja, dan heb je hier zeker rood op geschreven. Maar nee, want die is gewoon blank natuurlijk. Maar hier staat groen op. Oké, dus dan heb ik die maatregelen doorheen gevoerd. Terwijl je in het idee had dat je de juiste dingen doet. Mag ik dat nog 1 keer bij jou doen ook, Riepke? En dan vraag ik aan jou ook. Wijs eens 2 balletjes aan. Kijk, en hier, eigenlijk gaat het hier al meteen mis. Want ik kom nu met deze 3 keuzes. Mm-hmm. En je gaat meteen in, je gaat voorbij aan dat dit dus de keuzes zijn. En je volgt natuurlijk met truc. Maar zo gaat het bij die coronabewijs ook. Ze komen met een voorstel van 3 dingen. Terwijl je moet zeggen, ik doe helemaal niet mee aan jouw spelletjes. Oh ja, het valse dilemma. Ja, het valse precies. Dilemma. Hey, wat gaaf. Ja. Daar gaan we eigenlijk over. Ja, natuurlijk. Ja, dat balletje vrije keuze zat er niet bij. Dus het ging allemaal over. Nou, kijk, wat nu dus eigenlijk steeds is. Ik zal hem iets beter uitleggen. Welke je ook aanwijst. Kijk, wijs er nog eens 2 andere aan. Of doe nog eens een keer. Je verandert steeds het spel. Nou, doe je die weg, dan blijft die natuurlijk over. Ja. Dus als je die aanwijst, dan moet ik daarna iets gaan doen. Waardoor, als ik nog een keer zeg, wijs aan. Laat dan je zou nou ik die wegleggen. Het antwoord van de truc zien? Wat zeg je? Laat je het geheim van de smid zien? Ja, ik laat je nu zien hoe je dus er continu voor zorgt dat welke keuze iemand ook maakt, je krijgt steeds die keuze die jij zelf wil doorvoeren. Door dat wat er daarna gebeurt weer te veranderen. En dat is natuurlijk met deze balletjes iets anders als met psychologische maatregelen. Want hier wijs je balletjes aan en met die maatregelen wat ik net zei, die zetten ze zo scherp in dat daar zoveel controverse op komt, dat ze zeggen, oké, dan doen we die verplichte vaccinatie eraf. Maar dan hebben ze wel die ding anderen doorgevoerd. Oh ja, maar dat is toch een vaste onderhandelingsstrategie ook. Van, ja, zeker. Je zegt van, wij gaan 50% reduceren, nou, al wordt het dan maar 30%. Je hebt lekker hoog ingezet. Dus je neemt gewoon je winst, toch? Dat wordt dagelijks overal natuurlijk gebruikt. Ja. Maar je zou dan natuurlijk als laatst verwachten bij een overheid in een zogenaamde gezondheidscrisis. Die zouden dan niet mogen doen, naar mijn mening. Maar de moraal van het verhaal is dus, doe überhaupt niet mee met dat spel. Ja, inderdaad. Als ze met een keuzevoorstel komen, dan is het geen van die keuzes. Je moet gewoon helemaal stoppen met meedoen. Dan is het voorbij.